Bedankt voor de uitnodiging. Met groot plezier. En ik ben er heel fier op. De eerste trainer die terugkomt als Peter van onze dag. Dat doet mij enorm plezier. En kan u ons ook vertellen wat uw mooiste herinnering is aan uw tijd bij Anderlecht? Er zijn er veel heel mooie geweest. Hè? De eerste zou ik zeggen die heel interessant was voor de ploeg, was de winst 1 en terug tegen Porto. Dat bracht destijds Anderlecht in de Champions League. En dat was niet zo eenvoudig zoals het nu was. Destijds moest je 3 voorrondes spelen. Een tweede prachtige periode is als je in de Champions League komt en je wint de eerste reeks. In Brussel, iedereen heeft hier verloren. Je kunt noemen wat je wilt, Kiev, Porto, PSV, Real Madrid, Manch, enzovoort. Allemaal verloren hier. Dat betekent dat als je de eerste eindigt van een reeks, Manchester 2, Kiev 3 en PSV 4, dat is uitzonderlijk. Hè? Als die tickets werden verkocht, dat was, laten we zeggen, om 9 uur startte de verkoop, dan stonden ze van 6 uur 's morgens hier al rijen van zo lang. En ook, hoogtepunt was collegialiteit, de vriendschap en het respect, zowel onder bestuur, spelers, entourage, technische staf en de staf er rond. U bent ook trainer geweest van de huidige hoofdcoach, Besnik Hazi. Ja. Kan u hem vergelijken als speler en nu als trainer? Je kunt nooit moeilijk iemand vergelijken. Hè. Ik garandeer u wel. Ik heb Hazi gekend als speler en dat zet zich voort als trainer. Dat dit iemand is die enorm respect heeft en voor zijn club en voor zijn spelers. Ten tweede die enorm voor zijn mening uitkomt. Die het ook wederwoord brengt, maar met alle beleefdheid en respect. En die ook enorm gedreven is, werkkrachtig. En die niet vergeten is hoe moeilijk dat hij en zijn familie in Albanië het nodig gehad hebben. En die voor mij een heel, heel goede trainer is. En die een heel mooie loopbaan tegemoet kan gaan. Maar uiteindelijk als trainer hangt je ook af van veel zaken, die randgegevens. Kwaliteit van de spelers enzovoort.